Een grote wend van glasverzamelaar Henk Brands ging afgelopen weekend in vervulling. In het Keramisch Museum Goedewagen opende burgemeester Janse Ton op zaterdag 7 juli de nieuwe glastentoonstelling. Voor de camera van RTV 1 had Brands een paar dagen tevoren al laten weten hoe geweldig hij het vindt dat de burgemeester van Borger Odoorn dat gaat doen. En de mooiste ervan is dat de burgemeester het opent. Want dat vind ik, na al die jaren van het verzamelen van glas, dan vind ik toch de kers op de taart. De tentoonstelling van de verzameling van glas uit de glasfabrieken uit Nieuw-Buinen is nog te zien tot 1 oktober van dit jaar.